jachtslot De Mokerheide. Met een drone vliegend boven de bossen doemt tussen de donkere bomen ineens dit helwitte bouwwerk op. Het is een pareltje in Jugendstil-architectuur ergens in het Rijk van Nijmegen. Dit is het jachtslot De Mokerheide, dat overigens, anders dan zijn naam misschien doet vermoeden, niet tot Mook behoort, maar tot Molenhoek. Dit kasteel is gebouwd in 1902 door de gebroeders Leeuw in opdracht van Jan Jacob Lude. Het jachtslot staat op de hoogste plek van de Mokerheide. Jan Jacob Lude woonde daar 8 jaar. Daarna verkocht hij het aan Antonie Marinus Vroeg. Hij heeft zowel het interieur als de buitenplaats prachtig onder handen genomen. Na 1927 werd jachtslot de Mokerheide bewoond door het echtpaar Visser Vroeg. Ook zij hebben bijdrage geleverd aan de verdere aanleg van de buitenplaats. In 1940 werd het slot opgeëist door de Duitsers. Het werd ingericht als buitenverblijf voor de Waffen-SS-commandant Heinrich Himmler, een van de hoofdverantwoordelijken voor de Holocaust. In september 1944 werd het overgenomen door de Amerikanen. Ze gebruikten het als verzamelpunt voor zweefvliegtuigpiloten van Operation Market Garden. Wonder boven wonder liep jachtslot de Mokerheide geen schade op tijdens de oorlog. Van 1947 tot 1986 is het een klooster geweest van de zusters Dominicanessen van Bethanië. Ook was het in die tijd een opvanghuis voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Het jachtslot kreeg uiteindelijk een horecafunctie, maar in april 2017 werd het gesloten voor een grondige renovatie. Er zit nu een landwinkel en een horecazaak in. Hé jongens, ik lust ook wel een truffel!